Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag wil ik met jullie een advanced flow gaan maken. En dat is een flow die zorgt voor een notificatie voor als jij je medicatie moet gaan slikken. En je krijgt een notificatie als je nieuwe medicijnen moet gaan bestellen. Daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. Ik heb deze flow al een tijdje in gebruik. Een tijdje geleden moest ik wat medicatie slikken. En dat wil ik graag zo goed mogelijk doen. Dus ik heb dat geautomatiseerd met Homey. Ik heb dus gezorgd dat ik een melding kreeg als ik medicatie moest slikken. En ik wou ook graag op tijd weten als de medicatie bijna op was. Zodat ik weer een herhaalrecept kon gaan aanvragen. Daar gaan we al vandaag naar kijken. Die flow gaan we helemaal namaken. Dus dat gaan we zo meteen doen. Voordat we dat gaan doen, is het wel even belangrijk dat je de volgende zaken alvast even regelt voordat je de flow kan gaan maken. Als eerste is het belangrijk dat je de Telegram app op jouw Homey hebt geïnstalleerd en dat je hem ook hebt geconfigureerd. Zorg dat de Telegram app werkt, dat je berichten kan sturen met Homey naar de Telegram bot. Zorg eventjes dat dat gereed is, dan kunnen we die zo meteen gaan gebruiken in de flow. Daarnaast is het belangrijk om eventjes een wekker aan te maken. Een wekker kan je aanmaken in de Homey app op je telefoon. Daarvoor ga je naar Tabblad Meer en vervolgens naar Wekkers en daar kan je dan een wekker aanmaken en geeft die dan de tijd waarop jij je medicatie wil slikken en op de dagen dat jij je medicatie moet slikken. Dat moet je eventjes van tevoren doen. Als je het allemaal gedaan hebt, dan kunnen we gaan beginnen met het maken van vragen. Dus daarvoor gaan we eventjes naar de Homey web app toe. We zijn hier in de Homey web app en om vragen aan te maken gaan we hier links onderin naar het tandwieltje, naar de instellingenpagina en vervolgens naar Telegram. Dan opent de Telegram app en kunnen we de vragen gaan aanmaken. Om vragen aan te kunnen maken, ga je naar configureren en vervolgens naar vragen. Nou, nu is die hier leeg, dus we gaan een vraag aanmaken. Dat kan je doen door hier op het plusje te klikken en dan kunnen we hier een vraag gaan aanmaken. Als eerste klikken we hier bovenin bij vraag en daar kunnen we de vraag gaan invoeren. En voor nu is dat, heb je hier medicatie al ingenomen met een vraagteken, want het is immers een vraag. Vervolgens kan je kiezen of je die knoppen wil behouden. Dat houdt in dat als je de vraag hebt gesteld en je hebt een antwoord gegeven, dan blijven die knoppen van de antwoorden staan. Zet je hem uit. Als je dan een antwoord hebt gegeven, dan blijft alleen de vraag staan en de knoppen om antwoord te geven en die gaan weg. Ik laat dat uitstaan, dat ik dat zelf prettiger vind. Je kan het eventueel aanzetten. Mocht het later dan zijn dat je denkt van nou, ik vind het toch niet zo prettig dat ik deze keuze heb gemaakt, kan je dat altijd hier nog wijzigen. Hetzelfde geldt voor notificaties uitschakelen. Die kan je hier ook aan of uitzetten. En knoppen per rij. Dus hoeveel antwoorden je per rij wil hebben. Ik laat het gewoon standaard op 2 staan. Vervolgens kan je hier bij voer uw antwoord in een antwoord opgeven. De eerste is ja. De tweede is nee. En dan klik ik hier op antwoord toevoegen. En daar zeg ik het antwoord ja, komma. Die heb ik al ingenomen. En vervolgens klik ik even hieronder in het witte vlakje, zodat de vraag er komt te staan. Dan heb ik deze vraag gemaakt, dus ik kan hem gaan opslaan. Klik ik op vraag opslaan en dan zie je hier dat de vraag er staat. Wil je hem nou bewerken, klik hier op bewerken en dan kan je hem hier weer helemaal bewerken naar de wens dat jij hem wil hebben. Voor nu klik ik op opslaan. Ga ik nog een vraag maken. En dat is de vraag. Klopt het
dat je je medicatie, en dan zie ik hier het, dat je je medicatie hebt ingenomen. En voor nu is deze vraag ook klaar, dus ik klik erop opslaan. En dan hebben we, als ik het goed heb, alle vragen nu gemaakt. Dus we zijn hier klaar. Gaan we terug. En dan gaan we naar de Flow Editor toe. Ik had hier al een stukje klaargezet. Wat we nu als eerste gaan doen is even variabelen aanmaken. Dan kunnen we zo meteen in één stuk lekker door. Dus we gaan hierboven naar variabelen. En nu gaan we als eerste een ja-nee variabele aanmaken. Dus we gaan hieronder naar nieuwe variabelen aanmaken. Selecteer je ja-nee. En dan geef je een naam. En voor nu zeg ik inname medicatie. Zet ik hem eventjes op nee. En dan zeg ik opslaan. Die variabele is gemaakt. Hebben we ook nog een variabele nodig. Ik ga even kijken in mijn voorbeeld. Ik heb hier het voorbeeld naast me staan. Waar ik het even van kan afkijken. Maar dan die flow die heb ik al een tijdje in gebruik. Dus ik weet dat die werkt. Gaan we ook nog een numerieke variabele aanmaken. Dus dan zeg ik weer nieuwe variabele aanmaken. Selecteer ik nummer. En dan zeg ik medicatie in name aantal. Zeg ik hier bij de waarde, zeg ik eventjes 0. Ik heb er nog 0 ingenomen. En dan klik ik vervolgens op opslaan. Dan gaan we ook nog een tekstvariabele aanmaken. Dus ik maak weer een nieuwe variabele aan. Of ik ga weer naar variabelen. Zeg ik nieuwe variabele. Hij staat er op tekst. Dus ik kan hier meteen een tekstvariabele aanmaken. En dan zeg ik medicatie inname txt. Dan weet ik dat het een tekst is. En bij de waarde zet ik eventjes test neer. En dan klik ik weer op opslaan. We hebben nu de Telegram app de vragen aangemaakt. We hebben de variabelen aangemaakt. Een wekker die had ik al aangemaakt. Dus we kunnen gaan beginnen met het maken van de flow. Als eerste beginnen we met een als-kaart. En dat is de als-kaart alarmen. Vervolgens kiezen we de kaart alarmen. Wakker worden gaat af. Die plaatsen we hier boven. Dan klik je hier op wakker worden. En dan selecteer je de wekker die je net hebt aangemaakt. In mijn geval is dat medicatie. Nu gaan we een logica kaart toevoegen. En dat is een dan kaart. Gaan we naar logica. En dan zetten we set ja-nee variabelen naar nee. Dus ik voeg de kaartje toe. Ik koppel het lijntje aan de logica kaart. Klik ik hier op ja-nee variabelen. En dan selecteer ik inname medicatie. En bij ja-nee kies ik de waarde nee. Nu gaan we een Telegram kaart invoegen. En dat is ook een dan kaart. Dus ik ga hier naar de Telegram app. En dan kiezen we de kaart. Ik ga eventjes kijken. Stuur een vraag naar en dan chat/onderwerp. Die plakken we hier achter de logica kaart.
koppelen we de kaarten weer aan elkaar door het lijntje van de kaarten aan elkaar te verbinden. Klik ik op vraag en dan kan je hier een van je vragen selecteren. In dit geval heb je je medicatie al ingenomen. Die wil ik sturen naar, in dit geval mezelf. Dan gaan we hierachter een wachtkaart toevoegen. Dus gaan we naar toevoegen en dan selecteer je wacht. Die koppelen we hierachter. Die koppelen we aan de Telegram kaart. En als tijd geven we op 60 minuten. Na die 60 minuten wil ik dat deze flow opnieuw gaat opstarten. Dan wil ik dat de flow weer na 60 minuten opnieuw start. Dus daar gaan we de volgende kaart voor toevoegen. Als eerste gaan we een als-kaart toevoegen. En dat is een als-kaart en dan flow. En dan kies je de kaart. Deze flow is gestart met een tekst tag. Die voeg je hier vast in. Dan gaan we een dan-kaart toevoegen. Dat is dan. Gaan we weer naar flow. En dan zeg je start flow met tekst. Nou, die plakken we hier achter de wachtkaart. De wachtkaart koppelen aan de flowkaart. Klikken we op flow. En dan selecteer je de flow die je net hebt aangemaakt. Het kan zijn dat je hem als eerst eventjes moet opslaan voordat je dit doet. Dat je hem even tussentijds moet opslaan als je hier niks ziet staan. Ik kies deze flow. En bij de tekst geef ik de tekst herhaal op. Nu hebben we het eerste stukje van de flow klaar. Dan gaan we verder met de als-kaart van deze flow is gestart met een tekst-tag. Daar gaan we vervolgens een logica-kaart aan vastplakken. En dat is een en-kaart. Dus dan gaan we naar de en-kolom. Kiezen we logica. En dan zeggen we is precies. Die koppelen we aan de als-kaart. Nu klik je op tekstnummer. En dan selecteer je startwaarde. En de startwaarde die is weer gekoppeld aan de als-kaart. Dus als ik hier ook mijn pijl op de startwaarde hou, dan zie je hier bij de flowkaart hier dat tekje blauw oplichten. Bij de waarde vul je in herhaal. Want die hebben we net ook hier boven ingevuld. Dus hij gaat nu controleren of de startwaarde precies herhaal is. Nu wil ik ook gaan controleren of ik al medicatie heb ingenomen. Dus ik ga een N-kaart toevoegen. En dat is een logica kaart. En dat is gelijk aan ja. Klik ik eventjes met mijn rechtermuisknop op de kaart en dan zeg ik omkeren. Dan wordt die is gelijk aan nee. Nou, die koppel ik aan het blauwe bolletje van is precies herhaal. En dan selecteer ik hier als tag de logica kaart inname medicatie, de logica variabele inname medicatie die we net hebben aangemaakt. En vervolgens koppel ik dit blauwe lijntje, die koppel ik weer aan de wachtkaart hierboven. Daarnaast kopieer ik ook deze kaart. Dat kan je doen door erop te klikken. Ctrl-C, Ctrl-V. En dan heb je hem gekopieerd. Je kan het ook doen door met je rechtermuisknop op de kaart te klikken en dan vervolgens op dupliceren te klikken. Maar ik vind Ctrl-C, Ctrl-V wat makkelijker.
Dan ga ik dat blauwe lijntje ook aan deze kaart toevoegen. Sla ik de flow eventjes op. En dan hebben we het eerste stukje hebben we al klaar. We hebben nu een stukje flow gemaakt, waarbij als de wekker medicatie afgaat, zet hij de inname medicatie naar nee. En dat doet hij dus elke dag dat de wekker afgaat. Omdat je dan nog geen medicijn hebt ingenomen. Vervolgens stuurt hij de vraag, heb je je medicatie al ingenomen? Waar jij dan in de Telegram app op kan antwoorden. Vervolgens start hij ook een wachtkaart van 60 minuten. En na 60 minuten zal hij deze flow opnieuw opstarten. Om te controleren of jij je medicatie al hebt genomen. Zodra hij hier de flow opnieuw start, komt hij hier aan de voorkant bij de ALS-kaart weer terecht. Deze kaart wordt dan getriggerd. Zodra deze kaart getriggerd wordt, gaat hij controleren of de startwaarde precies herhaal is. Is de startwaarde precies herhaal, gaat hij controleren of de medicatieinname gelijk is aan nee. Dus of jij nog geen medicatie hebt ingenomen. Heb jij nog geen medicatie ingenomen, dan start hij weer de wachtkaart van 60 minuten en hij stuurt je weer de vraag, heb je je medicatie al ingenomen? Net zolang totdat jij je medicatie hebt ingenomen. Oké. Deze kaart sleep ik iets omhoog, want we gaan nu met de antwoordensectie aan de slag. We gaan nu een ALS-kaart toevoegen. En dat is een ALS-kaart van de Telegram app. En dat is de kaart. De vraag is beantwoord. En dat is deze kaart. Dan klik ik op vraag en dan kan je de vraag kiezen welke beantwoord moet zijn. In dit geval gaan we als eerst deze vraag doen. Heb je je medicatie al ingenomen? Daar gaan we een logica kaart aan koppelen en dat is een N-kaart. En dat is de kaart is precies. Nou, die gaan we hier aan vastkoppelen. Door de lijntjes door de kaarten weer te verbinden door de lijntjes met van de kaarten aan elkaar te koppelen. Klik hier op tekst nummer en dan kies je hier bovenaan antwoord. En deze tag is weer gekoppeld aan de ALS-kaart. En ik wil graag het antwoord controleren. En als de waarde moet precies ja zijn. Het is hier wel belangrijk dat je precies het antwoord opgeeft zoals je hem in de vraag hebt gemaakt. Dus net hebben we die vragen aangemaakt in de Telegram app. Je moet de antwoorden precies hetzelfde eventjes hier toevoegen. Anders werkt het niet. Nu klik ik eventjes met mijn linker muisknop op het scherm en hou ik mijn linker muisknop ingedrukt. En selecteer ik deze twee kaarten. Nu ga ik die dupliceren. Dat kan ik hier zo doen door op dupliceren te klikken. Klik ik op een van de kaarten en houd ik mijn linker muisknop ingedrukt. En sleep ik hem naar beneden. Nu kies ik hier, haal ik deze vraag eventjes weg. En kies ik de vraag, klopt het dat je je medicatie hebt ingenomen? Het antwoord ga ik weer bewerken. Dat klopt. Nu plak ik nog een keer deze twee kaarten in de flow. Ik selecteer hem nog een keer, Ctrl-C, Ctrl-V. Haal ik deze vraag weer even weg en selecteer ik weer de eerste vraag. En het antwoord ga ik nu bewerken naar ja, die heb ik al ingenomen.
Dan hebben we die, dat stukje van de flow gemaakt. Dus zodra een van de vragen wordt beantwoord, gaat Homey controleren wat het antwoord is. En het antwoord moet precies een van deze vragen zijn. Nu ga ik een logica kaart invoegen. En dat is een dan kaart. En dat is de kaart zet ja-nee variabelen naar ja-nee. Die plak ik hier boven de eerste vraag. Koppel ik het blauwe lijntje aan de logica kaart. En hier selecteer ik de variabelen inname medicatie. En bij de waarde zeg ik ja. Want ik heb immers mijn medicatie ingenomen. Ga ik nog een dankkaart toevoegen. Maar deze keer een Telegram kaart. En dat is de kaart. Even kijken. Bericht naar chat onderwerp versturen. Nu kan je hier een bericht typen wat je zelf wil. Ik vul voor nu in lekker bezig. En die wil ik versturen naar mezelf. Nu koppel ik alle drie de kaarten aan deze kaart. Met het blauwe lijntje. Nu ga ik deze kaart even kopiëren. Die ga ik nog een keer toevoegen. Maar die koppel ik nu met het gele lijntje. Dus alle drie de logica kaarten koppel ik hier aan vast met het gele lijntje. Ik zal hem een klein beetje uitschuiven. Even kijken. De middelste logica kaart koppel ik ook aan de bovenste logica kaart. En de onderste logica kaart koppel ik ook weer aan de bovenste logica kaart. Nu ga ik hier het bericht nog aanpassen. En dat maak ik als volgt. Ben ik bij je terug? Hebben we dit stukje van de flow ook gemaakt? Gaan we weer verder. Nu ga ik eventjes hier aan de bovenkant van de flow. Ga ik eventjes de wachtkaart en de flowkaart ga ik even selecteren. Dus ik hou mijn linker muisknop ingedrukt en ik sleep hem over de twee kaarten heen. Klik ik met mijn rechter muisknop op een van de kaarten en zeg ik dupliceer. Sleep ik de kaarten door met mijn linker muisknop erop te klikken naar de onderste kaart. En dan koppel ik de Telegram kaart aan de wachtkaart. De tijd pas ik aan naar 30 en de rest kan ik gewoon laten staan. Dus dat stukje is dan klaar. Ga ik nu nog hier een logica kaart hierboven invoegen en dat is een dan kaart. Ga ik naar logica kaart en dan zeg ik even kijken. Bereken numerieke variabelen als tekst. Deze kaart die koppel ik dan weer, deze twee logica kaarten koppel ik aan elkaar. Hierbij numerieke variabelen kies ik medicatie inname aantal. En die gaan we berekenen als volgt. Je doet twee accolades. Dan klik je op het tagje. En dan zoek je op
medicatie-inname aantal, dat is de variabele die we net zelf hebben aangemaakt. Die selecteer je, doe je plus 1 en dan 2 sluitende accolades. Dus wat hij nu doet is, hij berekent zijn eigen waarde door er eentje bij op te tellen. Gaan we nu een wachtkaart toevoegen. Die kaart koppelen we daaraan vast. Ik schuif mijn scherm een klein beetje opzij. De tijd passen we aan naar 2 seconden. Gaan we weer een dan kaart toevoegen. Vervolgens gaan we weer naar logica. En dan zeggen we zet tekstvariabelen naar tekst. Die koppelen we aan de wachtkaart. En als tekst vullen we in. Of als variabele zeggen we medicatie-inname tekst. En de tekst die we in deze variabele willen zetten is laatste inname. Doe ik een spatie en dan klik ik op het tekje. En dan zoek ik de datum op. Doe ik een spatie, klik ik nog een keer op het tekje en dan zeg ik tijd. Zo weet ik wanneer, op welke datum en op welke tijd de laatste inname was. Maar ik wil natuurlijk ook weten hoeveel pillen ik al geslikt heb. Dus wat ik dan toevoeg is aantal innamen van, bijvoorbeeld aantal innamen van, nou ik vul hier even 32 in, slash, en dan tik ik weer op het tekje en dan zoek ik weer mijn zelfgemaakte variabele aan en dat is medicatie inname aantal. Dus hij zet nou de medicatie-inname tekstvariabele, die zet hij naar de tekst die we zo net hebben opgegeven. Gaan we nu een Telegram kaart toevoegen en dat is de dankkaart. Bericht naar chat of onderwerp versturen. Die plakken we hier achter. Die koppelen we aan de logica kaart. Bij bericht selecteren we nu het tekje. En dan zoeken wij de variabele medicatie-inname tekst op. Daar klikken we op. En die willen we naar, in dit geval, zelf versturen. Dus wat hij nu doet eigenlijk is de tekst die we hier hebben opgegeven, die stuurt hij met een berichtje naar onszelf toe. Dus zo weten we wat de laatste innamedatum en tijd was en hoeveel pillen ik al ingenomen heb van het aantal wat ik moet slikken. Nu hebben we al een flow gemaakt die je een notificatie geeft en die jou weergeeft wanneer je laatste inname was en hoeveel pillen je al geslikt hebt. Ik klik nu eventjes op opslaan en dan ga ik eventjes verder naar beneden, want we hebben ook nog een tussentijdse inname. Daarvoor voeg ik een kaart toe en dat is de als-kaart van Telegram en dat is 1 bericht is ontvangen. Vervolgens plak ik daar een logica kaart achter. Dat is een endkaart. Is precies. Die koppel ik aan de Telegram kaart. Bij de tekst en nummer, daar selecteer je bericht.
Dus dan gaat hij kijken van wat is het bericht? En het bericht moet precies zijn: medicatie ingenomen. Dus als je nu via de Telegram app een berichtje stuurt, medicatie ingenomen, dan zal hij dit stukje van de flow gaan uitvoeren. Dan wil ik in dit geval een dankaart toevoegen. En dan wil ik een vraag versturen, want ik wil graag weten of het echt klopt dat ik de medicatie heb ingenomen. Dus kies ik de kaart stuur een vraag naar chat onderwerp. Die koppel ik met het blauwe lijntje aan de logica kaart. Bij de vraag selecteren we: klopt het dat je je medicatie hebt ingenomen? Vervolgens selecteer ik meer mezelf, omdat ik hem naar mezelf wil versturen. En dan is dit stukje flow klaar. Nu gaan we nog een stukje flow maken. En dat is voor het bijhouden van het innameaantal. Dus ik ga hier eventjes nog een notitie toevoegen. Let's see. Voor dit stukje flow gaan we weer een als-kaart invoegen. En dat is een logica kaart. En dat is de logica kaart variabele has changed. Die voegen we toe. Klikken we op variabele. En ik wil hier gaan controleren wat het aantal is. Dus ik selecteer hier medicatie inname aantal. Nu ga ik een is groter dan kaart toevoegen. En dat is een en kaart. En een logica kaart. Dan zeg je hier: nummer is groter dan nummer. Die koppel ik daaraan. Zeg ik hier weer medicatie inname aantal. En die moet groter zijn dan 25. Ga ik nu een is kleiner dan kaart toevoegen. Dus dan gaan we weer naar logica. Is kleiner dan. Die koppel ik weer aan elkaar met het blauwe lijntje. Selecteer ik weer medicatie inname aantal. En die zeg ik: hij moet kleiner zijn dan 32. Voegen we nu een Telegram dan kaart in. En ik wil weer een bericht gaan versturen. En die koppel ik met het blauwe lijntje aan de iets kleiner dan logica kaart. Vullen we hier een bericht in. Herhaal recept. En die wil ik vervolgens naar mezelf sturen. Nu klik ik hier op de is groter dan kaart en die ga ik dupliceren. En die plak ik hieronder. Nu pak ik het gele lijntje en die koppel ik aan de logica kaart is groter dan. Dus is de inname medicatie aantal niet kleiner dan 32, wil ik gaan kijken of de waarde groter is dan 31. En vervolgens voeg ik weer een dan kaart toe, de Telegram van Telegram, en dat is een bericht. Die koppel ik met het blauwe lijntje aan de Telegram kaart. Als bericht geef ik en die wil ik vervolgens naar mezelf sturen.
Klik ik nu op opslaan. En nu zijn we klaar met het maken van deze Advanced Flow. We gaan hem nog even snel een keer doorlopen. Als de wekker afgaat, zet hij de medicatieinname ja-nee variabele naar nee, omdat je dan geen medicatie hebt ingenomen. Vervolgens stuurt hij je de vraag, heb je je medicatie al ingenomen? Waar jij vervolgens op kan antwoorden in de Telegram app. Hij start meteen een timer van 60 minuten. En na 60 minuten zal hij deze flow weer opnieuw gaan starten om te kijken of jij je medicatie al hebt ingenomen. Ja, dat opnieuw starten, dat gebeurt hier met deze. Deze flow is gestart met een tech kaart. Die kaart die wordt vervolgens, die triggert weer een logica kaart. Die gaat kijken of de startwaarde precies herhaal is. Zodat hij weet of hij deze flow mag herhalen. Vervolgens wordt er ook gekeken of het inname medicatie variabele gelijk is aan nee. Dus of jij nog steeds geen medicatie hebt genomen. Heb jij nog geen medicatie genomen, dan start hij de timer van 60 minuten weer opnieuw. En stuurt hij je nog een keer de vraag, heb je je medicatie al ingenomen? Heb je je medicatie al wel ingenomen, dan zal de flow stoppen. En gebeurt er niks meer. Mocht jij je een vraag hebben gekregen of jij je medicatie al hebt ingenomen en die beantwoord je, dan wordt de kaart hier in de antwoordensectie getriggerd. Vervolgens wordt gecontroleerd of het antwoord precies ja is. Is het antwoord precies ja? Dan zet hij de inname medicatie ja-nee variabele naar ja, want je hebt je medicatie ingenomen. Vervolgens gaat hij het aantal medicatie-inname aantal gaat hij berekenen of verhogen met 1. En na 2 seconden zet hij de medicatie-inname tekstvariabele naar de tekst van de laatste inname met de datum en de tijd. En het aantal inname van in dit geval 32 pillen die ik toen moest slikken. Zodat je kan zien, oh, ik ben er al bijna doorheen. En vervolgens wordt dat in een Telegram bericht naar jou toegestuurd. Beantwoord je de vraag, klopt het dat je je medicatie hebt ingenomen? En die beantwoord je met ja, dat klopt. Zal die ook weer de inname medicatie naar ja zetten. De inname medicatie aantal gaan berekenen. En het aantal verhogen met 1. Ook zal hij een berichtje sturen van lekker bezig. Mocht je de vraag, heb je je medicatie al ingenomen, beantwoorden met ja, die heb ik al ingenomen. Dan zal hij ook weer de inname medicatie naar ja zetten en weer de medicatie inname aantal gaan berekenen of verhogen met 1. Ook krijg je het berichtje lekker bezig Ruud. Mocht je een van deze vragen met niet precies met ja of met ja dat klopt of ja die heb ik al ingenomen beantwoorden, dan zal je een berichtje krijgen van vergeet deze dan niet in te nemen, over een half uur ben ik bij je terug. Waarna een timer van 30 minuten wordt gestart en na 30 minuten zal deze flow weer helemaal opnieuw starten. En wordt er gekeken of je je medicatie al hebt ingenomen. Nu kan je natuurlijk ook een tussentijdse inname hebben. En die tussentijdse inname is in de tijd dat de timer van 60 minuten loopt. Zolang die loopt, kan je ook natuurlijk je medicatie innemen. Dan kan je in de Telegram app een berichtje sturen naar Homie met de tekst medicatie ingenomen. Vervolgens zal Homie jou weer een vraag terugstellen van klopt het dat je je medicatie hebt ingenomen?
kan je met ja antwoorden. Of in dit geval, ja, dat klopt. En vervolgens zal het riedeltje hierboven weer geactiveerd worden, waarbij die de inname medicatie naar ja zet en de medicatie inname aantal zal berekenen door hem te verhogen met 1. Om ook de voorraad bij te houden hebben we dit stukje flow gemaakt. Als de numerieke variabele medicatie inname aantal verandert, gaat hij controleren of het getal hoger is dan 25. Is dat het geval, dan gaat hij kijken of het getal kleiner is dan 32. Is die kleiner dan 32, dan stuurt hij een berichtje: het is tijd voor een herhaalrecept. Dus dan weet je, oké, mijn medicatie is bijna op. Is die niet kleiner dan 32, gaat hij kijken: is de waarde groter dan 31? Is de waarde groter dan 31, dan stuurt hij een berichtje: de medicatie is op. En weet je dat je een probleem hebt of dat je met spoed de apotheek moet bellen omdat je medicatie op is. Dit was de flow die ervoor zorgt dat je een notificatie krijgt als je je medicatie moet innemen of als de medicatie bijna op is. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren. Ben je nog geen lid van de Homie Cornelissen Facebookgroep? Lijkt het me leuk als je daar ook lid voor wordt. En wil je misschien gezellig chatten met andere Homie gebruikers? Kan je ook lid worden van de Homie Cornelissen Discord server. Daar kan je lekker chatten met andere Homie gebruikers in het Homie Café. Of een vraag stellen in het Homie Cornelissen Forum. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.